Alright mensen, het is tijd voor de laatste actieve sidequest die we nog hebben. Unfinished business gaan we tracken. En dat betekent dat wij hier, oh kijk eens, 27 meter van mij af. Hier is gewoon zo'n ding. Ik ben letterlijk op de plek waar ik deze sidequest kan doen. Maar er staat wel dat ik daarvoor naar boven moet. Dus dan gaan we dat even doen. Ik moet er 3 plaatsen vinden waar ik nog wat spirits moet bevrijden, zag ik. Dus daar gaan we voor. Daarboven is het. En dan gaan we natuurlijk even wat spirits bevrijden. Om dan toch ook deze laatste sidequest nog even te doen voordat we doorgaan met de main quest. Daar is het. Ja, dan gaan we daar maar naartoe. Hey. Is another brazier. Yeah, I suppose you wish to light it. Can I? Is it ook een CRN kist? Lekker stompen deze droggers. Bats! 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 Lekker stompen! Klats! You are one precious son of a bitch! Are you both alive? Hallo! Weer een geest gered. Remember the last time I saw something walk these islands that wasn't dead or corrupted. What do you mean? A desolation child plagues this land. Ja jongen, wij komen hier spirits bevrijden. Dus dat gaan wij gewoon doen. Geen stress. I suspect the appearance of the world serpent, along with the great flood that followed. Many were drowned, myself among them. The dead began to walk not long after. Do you need anything from us? Boy, I only wish to speak to someone again. A wish you have just granted. Thank you. Mooi. Nou. Zo vinden we belangrijke items. In ieder geval hulpvaardige items. Ik hoor weer een beest. Hier, klets! Weerwolf, bots. Oh, ik trek gewoon zijn onderkaak eraf met mijn blote handen. Goeie skill hoor. Zal ik het nog een keer doen? Bats. Hier. En twee. Klap. Ze droppen weer mooie items voor mij. Neem we allemaal mee. Huppakee. Die CRN-kist wil ik nog even pakken. Er zit ook weer zo'n Odin's Raven. Weg ermee. C. Mis. Kijk, CRN-kistje. Er zit weer zo'n special zakje in, zo'n appel. Ja, het is inderdaad een appel. Nou, nog 2 spirits te gaan om te helpen. Hier kan ik naar beneden. Dan moeten we een stukje varen, dan komen we weer bij die spirits uit. Tenminste, dan gaan we op zoek naar de volgende 2 spirits. Roy, what did I tell you about offering help? Don't. Correct. But can't we This just... is not a debate. You must learn focus. Our journey need be your only concern. But what if they can help us? That one seemed to know a little about the lake. And how does that help us with our goal? Precies. We won't know unless we ask. Moeten we hier aanmeren voor de volgende? Nee, we moeten nog verder. Hier ligt weer wat goud. Ja, meenemen. Goud. Altijd handig. Daar kunnen we het strand op. Ed, you are full of stories.
When will you tell Hunter Tales? I beg your pardon? We just insulted you. Yeah, I got that. Hier ben ik ook al geweest. Daar heb ik toch dingen gemist hier. I'll tell you the story of Hrungnir, the brawler. The real story. And we'll pick this up later. Sterker nog, hier ben ik net geweest. Volgens mij, met al die poison dingen. Oeh, daar kan ik niet in. Ja, EBP, dat is leuk, maar ik kan niet door die poison heen. Dit is dan zo'n B. Kijk, hier zitten allemaal stenen waar ik niet doorheen kan. Nee, nee. Dat zou dan betekenen dat ik deze sidequest nog niet kan afronden. Dat zou dat betekenen. Nog niet kan afronden. Dus moeten we maar naar de main quest. Ja, want dit is dus nog niet te doen. Ik kan die stenen niet opblazen. Dus dan moeten we inderdaad toch maar naar de main goal. The Magic Chisel. En dan zetten we deze unfinished business. Die doen we eventjes weer uit. Ja. Dan gaan wij richting The Magic Chisel. Alle sidequests tot nu toe die te doen zijn, hebben we geprobeerd. Daar hangt weer zo'n vrucht. Voor een permanente upgrade. Now then, that story I started earlier. I was to tell you the story of Hrungnir the Brawler. The great story. There was a huge battle, oh, right? Strength, his shrine had him in the middle, fighting off Aesir. A pretty story, but no. Hrungnir, you see, was born with neither head nor heart. So the giants had to complete him with stone. He was strong, to be sure, but also a perfect symbol. Odin met him wandering in Midgard one day. Found him so amusing, so harmless, so gullible, that he invites him back to his palace in Asgard. There he gives Hrungnir his fill of mead, and goads him into all manner of boasts and antics, all for the amusement of the court. Ik volg gewoon objectief, hè? I saw the Aesir laugh as Hrungnir leapt upon his shield and swore he'd kill us all and take our womenfolk back to Jotunheim. Then Thor shows up. Does he laugh? Oh no. Thor takes one look at the drunken stone buffoon and brings down Mjolnir on his head so hard that he's got chunks of Hrungnir in his own skull to this day. So startled by the faceful rock, he doesn't notice Hrungnir's body topple right onto him with a sickening crunch. And again, the roars of laughter echo through the palace halls. That's enough. This chisel we seek. What is it? I'm glad you asked, actually. I have just the story for you. Beter nog meer verhaaltjes vertellen. There was a giant once named Thamur. A very giant. Lijkt Jesse wel voor de mensen die naar de streams kijken. Eindeloze verhaaltjes vertellen. Proud Thamur hoped to one day pass his vast knowledge onto his son. But young Hrimthur had the heart of a warrior. Perhaps the father had too much fear in him, or the son too little. Either way, a quarrel of theirs spiraled out of control. Tonnetjes kapot varen levert geld op. Dat is goed om te weten. Ik ontwijk die dingen de hele tijd. Hrimthur ran off into the night. Feeling shame and regret, Thamur chased after his son. But in his emotional state, soon found himself wandering Midgard, lost and alone. Sadly, he caught the eye of the one person he didn't want to meet alone that night. So far from home. Kom hier in een ijswereld. Thor. And what happened next? You'll see. You'll see, dat klinkt bedreigend. Thor killed him. No. He found a village?
Daar ligt een dode giant, is dat het? For worshiping the Vanir god Njord. Thor always took credit for planning that one. There's the sweaty ball bag just got lucky. Hier zijn de docks. New location found. Ja, ben benieuwd. Up ahead. Ja, je gekke wolven. Laat me niet intimideren door een stel weerwolven. Kom nou. Even geld meenemen. We zoeken een giant chisel. Dit ziet eruit als een stroomding. Het is een stroomding. Ah, dan kunnen we hier naartoe draaien en dan kunnen we hem openblazen. Ik denk dat dat inderdaad de tactiek is. Dat kan natuurlijk aan beide kanten, want daar zit nog een kist. Goed hè? Ook blij dat Mimir ook vindt dat het een goede truc was. Kijk Mimir, doen we het gewoon nog een keer. Omdat jij zo'n coole truc vond. Kijk, pakken we dit kistje mee. Speciaal voor jou Mimir. Zo ben ik ook weer hè. Oh, hier zit weer zo'n geheime deur waar ik niet in kan. When he died, his final breath froze everything. Een frost giant. Oké. Okay. Hier zit nog wat in. Nemen we mee. Ja, dan is dit de loop moeten, denk ik. Geld is geld. Allemaal meenemen. Hier is nog een kistje. Ook meenemen. Want die rode kisten, er zitten allemaal crafting materials in. Father, look up there. Ja, daar gaan we naartoe, jongen. Kom. Daar gaan we naartoe. Daar ligt hij. Oh, het is een hoofd daar links. That's the magic we need. Het is echt een gesneuvelde reus. En wat voor een, dat is gewoon zijn hoofd daar. Hostels. On your mark. Weer van die gekke weerwolven die proberen stoer te doen tegen mij. Gekke golems. Die zakt in elkaar. Ook frost golems. Ze zijn niet veilig voor Toemus. Oké. Die golems die zijn inderdaad wel intimiderend altijd. Maar het is weer gelukt. Al die items van die golems meenemen hier. Frost sigil. Sorry. How do I do? Adequate. Adequate. E, platte R, puntje. Oh, daar kan ik niet bij vanaf deze kant. Dit is die platte R. Nog een E en een puntje omhoog.
Kijk, dit is de arm van het beest. En I'll find light crystal. Wonder what it's for. Nou, zet hem eens aan. Hier, er komt lore uit. Kun je dat lezen? Read it. Yes, sir. Ah yes, it was believed that Njord calmed the winds and seas for the fishermen. Is that a kiss? That they loved and worshipped him here. Nieuwe lore. Okay, dus er zitten weer pauldrons in, of bracers, sorry. Hier kom ik vandaan. Dus dat is niet wat ik zoek, dat is die platte R. Ik zoek dus nog die andere twee. Atreus, follow me. Daar ligt die giant met zijn hoofd. Hier weer geld. Nou, dit is leuk, maar dat kan ik niet zien. Ligt er een... The base for the crystal we saw. Oh, hey. Ja, met dit kunnen we hier naar binnen. Kijk. Puntje omhoog. Hebben we die hier liggen? Nee, die hadden we ook nodig. For the crystal we saw. Die daar. Die kunnen we hiermee ook naar beneden halen. Kijk, wat? Dan nemen we gewoon het hele ding mee. Kan er niet mee rennen, maar we moeten het er maar mee doen. We moeten het er maar mee doen. Het is schaatsen. Dit voor ding. Oh is. Oké. Ik zoek nog wel één dingetje om die deur in te kunnen. Oh, één hit, alle drie dood. Kijk. Nu ziet het er niet uit alsof ik nog terug kan. Kijk eens dan een beest, jongen. Head of Tamur. Ja, het is flink hoofd. How are we getting down there? I have a plan. You do? Do not act so surprised. Oh, no offense, brother. But I don't even think Thor with Mjolnir in hand could get through that much ice. Then Thor is a fool. This should be entertaining. Sure. Boy. Die beesten proberen mij te intimideren hier met z'n allen, dat trappen we natuurlijk niet in. Leuk met zo'n ogre erbij. Hup, deze ogre gaan we aanpakken. Wat? Wat? Hier, dat is één ogre. Er is dus nog een ogre. En er zijn ook nog gewone mannetjes. Deze
andere ogre pakken we aan. Dan hebben we daarna alleen nog die gewone mannetjes om aan te pakken. Ik had het al eerder gezegd, hè. Die ogers, daar ben ik er lang niet meer bang voor. Sindri. Sindri, hoor. Sindri heeft het, die ketting naar beneden gegooid. Nou, Sindri, vertel het maar eens wat het plan is. Wow, that was something that the fight. Here, catch. Een appel. That was a waste of a perfectly good apple. How were you not seen? There is nowhere here to hide. Oh, that. It's a little trick my people can pull. A special way of not being seen. You can be invisible? More like I can step into the realm between realms. And your mind doesn't understand what it's seeing, so it sees nothing at all. That's how we avoid ever having to actually use the weapons we craft. It doesn't seem to work on dragons, though. Your brother wanted to know if you're getting enough to eat. I guess I could tell him you are. Brock was asking about me? Was there meat on his breath? You let him touch this again. Ja, joh, we blijven bezig zo, hè. Come on, then. Ze blijven mijn bel maar verbeteren. So that's how Brock was in the temple right after the water drop. He stepped between realms. Okay, now shush. I need complete silence for this. Complete silence om weer één klap erop te geven. There you go. Lekker hoor. Nou, daar staan we dan. Heeft hij nog wat te kopen of te upgraden voor ons? Bow upgrade available. Lost? Nee, dit is wat we hebben. Dit is wat we hebben. Not enough resources. Upgrade, daar was ik aan het kijken. De axe, dat kan niet, ik heb geen frozen flame. De bow wel, kijk. Increases arrow damage. What do we miss? Ik kan gewoon niet betalen. Oblivion Stone. Ja, ik kan dingen upgraden die ik niet gebruik. Maar goed, daar schieten we niet zoveel mee op. Kijk. Inderdaad, weg ermee met de dingen die ik toch niet gebruik. Happy to provide. Oh. Where shall we begin? Konden we niet upgraden? X? Nee. Oh, nee. Armor? Nee. 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 Die gebruik ik niet. Wacht, die gebruik ik wel. Nee, die gebruik ik alle drie niet. Nee. Oké. Kan ik nog iets craften? Nieuwe talisman? Oh, dit gebruik ik allemaal toch niet, joh. Passive effect, dat gebruik ik. Okay, come back when you need something, I guess. Ik had wel de boog geüpgrade, dus misschien kan ik nieuwe boogskills nu. Ja, kijk, level 5. Shock can chain to a greater number of enemies. Nou, dat lijkt me toch geweldig. Nu.
Okay, dat kunnen we allemaal draaien, maar dat helpt ons niet. Knowing you, it doesn't involve standing around here. Correct. But how do we move forward? Ze hebben daar beneden nog die grot waar ik nog één ding van miste. Maar goed, dat gaan we dus ook niet vinden meer. Even braided his beard with it. I happen to think he looks dashing. You know, for a snow-covered corpse. Dit is zijn mond. Gouden tand. Mooi man. Maar goed, we maken hier even een checkpointje van dat we toch die head hebben gevonden. En dan gaan we in het volgende deel gaan we verder op zoek naar, naar de chisel. Dus we gaan het meemaken. Ik hoop dat jullie dat weer met mij samen willen doen. Zie ik jullie graag weer de volgende keer.